Paarden gaan door de laatste bocht en aan kop van het veld versnelt die nummer 9, RNF Boko. En die loopt er dan gelijk een gaatje in van 2,5 lengte naar de concurrentie. Maar de concurrentie wordt inmiddels aan de buitenzijde aangevoerd door een enorm sterk opkomende Iowa River. Die in de achtervolging gaat op de koploper RNF Boko. Maar RNF Boko heeft hier een hele gezonde voorsprong. Immortality komt goed naar voren op de tweede plaats met Greta Postumus. Krijgt echter een aanval van die Iowa River. Die komt heel hard maar te laat. Want het is een hele makkelijke winnaar. RNF Boko is de winnaar naar de tweede plaats Iowa River. Derde, super gelopen, Immortality. Officieel de winnaar, RNF Boko, Hiltje Tjalsma, 1-18-3. 1-18-3 dus voor deze zoon van Varen uit Tempel Boko, Duits gefokt. Maar natuurlijk gewoon door de Boko Stables en de Flevo Farm. Eigendom van Stal PD en Peter Delis die hier staat. Bas Krebers de trainer en Hiltje Tjalsma de rijdster. Dennis Minema is de co-trainer en die krijgt nu even nog de laatste bevindingen te horen van Hiltje Tjalsma. En ze winnen dus de drafbaangroningen.nl prijs, de website van de drafbaan. En tekent u daar dus de petitie. Al bijna 4000 keer gedaan, maar doet u dat, dat we tot misschien wel 5000 kunnen komen? Ik loop gewoon een stukje mee, dat is geen probleem. Dat komt wel goed. Want Hiltje, het ging eigenlijk volgens het boekje, zou ik bijna zeggen. Ja, top. Wat een heerlijk paard, hè. Van start had ik iets scherper weggekund, maar het is een tank, dus hij gaat wel door en... Ik kon zo de kop overnemen en toen was het makkelijk. Makkelijk, misschien wel dood en warm. Je mag even een klein stukje terugdraaien. Kijken we wel even uit voor de tractor, maar dat komt goed, want die heeft ons gezien. Maar dit lijken me de heerlijkste ritjes. Ja, dit is echt een heerlijk ritje wat je zegt. Een zaligheidje om mee te rijden. Hij kan een beetje stoer zijn met voorrijden, maar zo is het een heerlijk paard in de koers. Dan zou ik zeggen, geniet toch van dit laatste stukje. Dames en heren, laat u een groot applaus horen voor de winnaars van de drafbaan. Groningen.nl prijs. RNF Boko en Hiltje Tjalsma. Meter voor. Eens kijken of een van de medefavorieten daar gebruik van kan maken. Paard nummer 2, Goa Dizer. Gaat het aan de stok krijgen met RNF Boko en Iowa River. In een veld trouwens dat in de breedte vrij sterk bezet is. Paarden draaien de baan op. Ja, start is in één keer goed. De paarden zijn onderweg en het is na de start een galoppade voor Goa Dizer. Die springt weg en wordt naar de buitenkant genomen. Samantha moet even kijken. Uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. Maar ze was niets meer aan te redden. En we hebben uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. Maar die krijgt een aanval aan de buitenzijde al van de opkomende Gilen. En dat heeft Yannick Mollema uitermate handig gedaan. Die komt aan de buitenzijde al naar voren en gaat de leiding overnemen van Immortality. Dat is de situatie, langgerekt veld. Dus een snelle beginfase, ogenschijnlijk. Met aankop van het veld nu die Gilen. Gilen heeft een lengte voor. Op de tweede plaats erachter kan mooi op die rug mee Immortality. Achter Immortality een paard achter de comitébus. Maar die komt er nu weer achter vandaan. Dat is Maarten de Nooy met zijn hotshot erop. Achter deze deelnemers nummer 8 van Broer van Bremen. Maar er komt reactie in het veld. Uitgeschakeld nummer 6. Galop nummer 6. Uiteraard ruikt Hiltje Tjalsma bloed. Is de grootste concurrenten kwijtgeraakt in de beginfase. En ziet de andere concurrenten achteraan hangen op dit moment. En dus gaat RNF Boko hier even orde op zaken stellen. Komt uit naar Gilen. En Yannick Mollema weet ook dat dit paard opvangen onbegonnen werk is. Ik denk dat de winnaar wel klaar is nu. Het is RNF Boko, die heeft de leiding overgenomen. En zijn grootste concurrent die vinden we op dit moment achterin Iowa River. De vraag is even wanneer Esther Mulder de tijd rijp acht om iets te proberen. We komen in de rechte lijn voor de tribune. Eigenlijk de meeste paarden achter elkaar. Behoudens de deelnemers die door galopades op achterstand zijn geraakt. En het is aankop van het veld RNF Boko. Lengtevoorsprong op Gilen. Op de derde plaats volgt dan Immortality. En vierde is het nummer 1 van Hotshot Rob. De vijfde plaats erachter voor Broer van Bremen. En aansluiting is er voor Iowa River.
Dit is het sextet dat we nog dicht bij elkaar hebben. Die gaan inmiddels de laatste ronde in met Hiltje Tjalsma. Ogenschijnlijk heer en meester van de situatie. Aan kop van het veld met die nummer 9 Harenev Boko. Daarachter heeft een mooie koers gehad Gilène. Achter Gilène komt aan de buitenzijde nu de aanval van de oude getrouwe broer van Bremen. En die komt daar met Willem Brouwer in het tweede spoor naar voren tot schuin naast de koploper Harenev Boko. Daarachter hebben we dan Immortality. En nu komt ook naar tweede spoor paard nummer 5 Iowa River. Die heeft absoluut troefkaarten nog niet uitgespeeld. En heeft eigenlijk een mooie koers gehad. Als we inmiddels halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan zijn. En aan kop Harenev Boko met Hiltje Tjalsma wat versneld. Heeft nog altijd die halve lengte ten opzichte van broer van Bremen. Achter broer van Bremen hebben we aan de binnenzijde die Gilène. En achter Gilène is Immortality naar tweede spoor gegaan. Heeft tot nu toe de koers op maat. Aan de binnenkant daarachter Hotshot Rob. En nog altijd laatste, maar wel aangesloten Iowa River. Paarden gaan door de laatste bocht en aan kop van het veld versnelt die nummer 9 Harenev Boko. En die loopt er dan gelijk een gaatje in van 2,5 lengte naar de concurrentie. Maar de concurrentie wordt inmiddels aan de buitenzijde aangevoerd door een enorm sterk opkomende Iowa River. Die in de achtervolging gaat op de koploper Harenev Boko. Maar Harenev Boko heeft hier een hele gezonde voorsprong. Immortality komt goed naar voren op de tweede plaats met Greta Postumus. Krijgt echter een aanval van die Iowa River. Die komt heel hard maar te laat. Want het is een hele makkelijke winnaar. Harenev Boko is de winnaar naar de tweede plaats Iowa River, derde super gelopen Immortality.